wat vertellen. Ik heb 5 weken niet getraind. Ik heb wel heel erg veel gelopen op vakantie. Af en toe wat tussendoor workoutjes om een workout op te nemen. Maar echt veel te weinig. En ik kan het echt beschouwen als 5 weken niet getraind en niet in sportschool geweest. Maar ik dacht, laten we het een positieve draai geven. Want dan wil ik meteen even onderzoeken of mijn billen, waar ik eigenlijk altijd voor aan het trainen ben, nou eigenlijk platter of minder zijn geworden. Doordat ik 5 weken niet getraind heb en ook niet echt heel erg op mijn eiwitten heb gelet. Wat ik de komende 6 weken ga doen is weer opnieuw opbouwen. Ik ga jullie elke week eventjes op de hoogte houden van hoe het gaat, hoe vaak ik heb getraind. En ik neem jullie meteen gewoon lekker mee in deze challenge. Over 2 maanden begint de zomervakantie. Dus ik denk dat velen van jullie over 2 maanden gewoon helemaal in shape willen zijn, net zoals ik. Ik ga proberen mijn billen weer wat voller te krijgen de komende 6 weken. Of in ieder geval op te bouwen daarvoor. En daarna misschien nog een beetje uitbouwen. Nou, lijkt mij superleuk als jullie meegaan in deze challenge. Ik ga maandag beginnen. Neem voor jezelf ook even een goede dag om te beginnen. En dan vooral een dag dat je tijd hebt om even boodschappen te gaan doen. En een planning te gaan maken voor je trainingen. En hopelijk ook misschien meteen met je eerste training te gaan beginnen. Ga je mee in deze komende 6 weken? Elke week check je de video wat jij precies die week moet gaan doen. Dus ik loods je er doorheen met 1 video per week. Dus ik ga jullie even laten zien wat er over is van mij. Want mijn billen die zijn echt helemaal weer, naar mijn idee, weggezakt door het niet trainen. Maar dan vind ik het wel echt een hele leuke test om te kijken of dat ook echt zo is. Of dat het gewoon in mijn hoofd zit. We gaan het zien. Oh yeah!